Het gebouw van de faculteit Tandheelkunde van het Radboud UMC heeft de architectuurprijs Nijmegen 2017 gewonnen. Volgens de vakjury heeft de prachtige renovatie een voorbeeldfunctie voor vergelijkbare gebouwen. De uitverkiezing van het complex aan de Philip van Leidenlaan werd maandagavond in Lux bekendgemaakt. Hotel van der Valk Lent viel ook in de prijzen. Het ontwerp van dit hotel kreeg de duurzaamheidsprijs. Rechter Edwin Rabbi uit Den Haag gaat onderzoek doen naar de Nijmeegse rabbijn Mendel L. Die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De Nederlandse Israëlitische gemeente Nijmegen en de Joodse koepelorganisatie NIK hebben hiervoor een commissie aangesteld. De commissie bestaat naast bijzonder hoogleraar cultuurstudies en voorzitter Rabbi uit Hester Ullenbroek van het bureau Reuling Schutte, dat gespecialiseerd is in vertrouwelijk onderzoek. Naar verwachting is het onderzoek medio april afgerond en tot die tijd zal de Nijmeegse rabbijn geen werkzaamheden verrichten voor de Joodse gemeenschap. De Waalbrug in Nijmegen gaat volgende week 4 avonden en nachten dicht. Er moeten nieuwe bouwtekeningen van de brug gemaakt worden voor de aanstaande renovatie. Doordat er na de oorlog vaak aan de brug is gebouwd en gerestaureerd, zijn er geen duidelijke bouwtekeningen meer van de brug beschikbaar. De Waalbrug ging in 1936 open en was toen de langste rivieroverspanning van Europa. Tijdens de renovatie, die tot 2020 duurt, wordt de brug zoveel mogelijk in de oude luister hersteld. Het karwei kost ruim 40 miljoen euro. Hoogwater in de rivieren, dat trekt kijkers. Het water haalde weliswaar niet de hoge waterstand van 2 weken geleden en kwam ook niet tot op de Waalkade te staan. Maar het was zeker indrukwekkend om te zien. Door het hoge water kunnen een aantal veerponten niet varen, waaronder het veerpontje bij Millingen en Pannerden. De waterstand is zo hoog door de hevige regenval in Duitsland en smeltwater uit de Alpen. De fondsenwerving voor de terugkeer van het stoomtreintje op de Gofort verloopt moeizaam. Er is tot nu toe alleen deur aan deur gecollecteerd. Hoewel er veel sympathie is voor het initiatief, is er tot nu toe slechts 16.500 euro opgehaald. En dat is zo'n 15% van de benodigde 100.000 euro. Het treintje bevindt zich momenteel in Zweden. De eigenaar, een recreatieondernemer, heeft het te koop aangeboden. Het treintje reed vanaf 1982 door het Goffertpark, maar bleek uiteindelijk niet te exploiteren. In 2012 moest het treintje stoppen met rijden vanwege technische problemen.